De Graafschap moet nog de nacompetitie in. Ja, ik hoop heerlijk dat ze eruit gaan. Ik hoop dat ze zoveel gegeven hebben dat ze niet kunnen lopen vrijdagavond. Dat was Jackie, dat was Jackie, met z'n avondzwarte haar. Dat was Jackie. Ja, Jacques, hoe groot is de kater nu? Ja, die is natuurlijk heel groot. Kijk, als je voor de wedstrijd weet je dat je tegen Graafschap moet, die zijn al zo goed als gedegradeerd. Dat hoop ik ook. Dan moeten ze nog wedstrijden spelen voor die na-competitie. En dat weet Ajax. Dan ga je toch van Kito van, ga je toch bovenop die gasten. En dan ga je ook eens over de scheef. Maar nee, het was andersom. De Graafschap ging over de scheef. Schopte Younes voor zijn flikker, Sandy voor zijn flikker. Maar ja, zo'n de beste scheidsrechter van Nederland dat allemaal goed vindt en er niks aan doet. Ja, dan moet je gaan knokken in die wedstrijd. Nou, dat heb ik bij Ajax niet gezien. Het is gewoon een schande voor de club dat ze het niet gered hebben. In zo'n wedstrijd vind ik onbegrijpelijk. Als je een tempootje hoger speelt tegen die klanten, schieten ze hun eigen doel ook. Nou, als je dan ziet wat de eerste helft gebeurt. De eerste 10 minuten speelde Ajax of ze nog nooit gevoetbald hadden. Na 10 minuten werd het beter. Je krijgt 5-6 kansen zo voor het inleggen. Milik 2 keer. Zerni moeten maken. En nog een paar andere. Ja, dan denk ik 1-0. Ja, dat blijft altijd link. Je ziet het, 1 counter. En dan ga je voor de bijl met 1-1. Ja, en ja, er zijn natuurlijk dingen die er allemaal bij komen. Ajax speelde dramatisch, echt. Maar ik vind ook, zo, kijk zo'n scheidsrechter. Hij is de beste van Nederland. Hij heeft die keeper, ik heb het opgenomen, 6,5 minuut tijd gerekt extra. Hij heeft ballen het veld in laten gooien, als Ajax in moet gooien. Ik denk 8 keer gebeurd. Dat is toch een schande, daar moet die man toch op letten. En als ik dan de Graafschap zie juichen na afloop, of ze wereldkampioen geworden waren, die gekken. Dat is ongelooflijk, PSV 2 wel. Nou, ze zullen wel wat voor PSV gedaan hebben. Misschien krijgen ze wel zo'n mooie televisie erbij. Dat zal allemaal wel. Maar ja, Ajax is een titel verloren. Ajax heeft dramatisch gespeeld. Maar er komen dingen altijd in voetbal erbij. En dat, ja, dat is bijvoorbeeld, Sandy kreeg een doodschop aan de linkerkant. Hij heeft er niet eens voor gefloten en niet gekeken. Maar hij ziet het wel, maar geeft hem gewoon niet. Penalty moet hij geven, hensbal. Eerste goal van Ajax is gewoon een zuivere goal. Die heeft Ajax al een paar keer tegengekregen, zo'n goal. Dat iemand voor de keeper staat, niet hinderlijk of wel hinderlijk. Doelpunt. En nu wordt hij niet gegeven. Dus iedereen is tegen Ajax. Als je in die andere stadions ziet hoe ze juichen als Ajax punten verspeelt. Dat is toch belachelijk? Dat is Nederland. Dat is ongelooflijk. Echt. Wanneer zag je nou dat het misging? Nou, je ziet op een gegeven moment dat in de tweede helft, dan krijg je hem er ook niet meer in. Dan zie je situaties dat Younes goed te langs gaat, een trekbal geeft. Dat drie Ajaxiden op dezelfde positie staan. Dan moet er één terugblijven, één bij de eerste paal. En zo moet je dat doen. Ja, lopen ze elkaar in de weg en dan raken ze hem niet. Ja, zo zijn er zoveel gevallen. En dan gaan ze lange ballen spelen. En die komen aan de linkerkant helemaal terecht. Koppen kan Ajax alleen als het in het strafschopgebied dat je Van de Hoorn voorin hebt. Of El Ghazi kan ook aardig koppen. Maar voor de rest winnen wij geen kopbal. Dus dan moet je dat niet doen. Ja, en Frank de Boer haalt Milik eruit. Ja, en terecht. Want Milik is de laatste twee wedstrijden dramatisch. Ook tegen Twente was hij dramatisch. Maar ja, ze hebben te veel vrij gehad. Ze zijn 4,5 dag vrij geweest verleden week. En daar zie ik het in. Gewoon doortrainen die laatste twee weken. Ervoor gaan voor een kampioenschap. Het is voor de supporters ook dramatisch als iedereen gaat kijken. Ik ben zelf ook geweest. Ik heb spijt dat ik gegaan ben. Ja, had Milik er ook uitgehaald? 100%. Ik heb geen bal geraakt. Hij krijgt 2 kansen voor rust. Die had ik misschien nog gemaakt. Hou op alsjeblieft. Wel, jongen. Hij was er niet. Ja, wat kan mij aanschelen? Dan moet hij ze nu maken, na de wedstrijd. Alleen, de wissels. Ik begrijp niet dat Schöne geen kans krijgt. Ik begrijp ook niet Bassoer, die toch daarvoor goed gespeeld heb. Zet hem maar nou in voor Serrero. Die jongen die was kapot, ik weet het niet. Die lag maar op de grond en ging achteruit spelen. Nou, als hij op doel schiet, dan weet je wel waar hij terechtkomt, die bal. Dus ja, dat begrijp ik niet, zulke dingen. Smeets maakte hem, nummer 14 ook nog eens. En die zegt na afloop gewoon dat hij Ajaxiet is. Ja, goed, dan kun je allemaal na de wedstrijd kun je lullen wat je wil. Dat doet PSV ook. Meneer de Jong hoor ik met zijn grote mond. Heb nou babbels. Ja, normaal gesproken moet Ajax gewoon kampioen worden. En wat lullen ze nou dat ze zo goed zijn bij Eindhoven? Als je de wedstrijd er allemaal nagaat in de competitie. Nou, ik kan er een paar opnoemen die ze ook gemat zijn. Nog eventjes. En dat Willem II begrijp ik helemaal niet. Die zitten nou in de zorgen. Toen ze die wedstrijd tegen PSV speelden, kreeg je 11 tegen 10.
Nou, toen hebben ze PSV ook gematst met die twee goals. Als ik 11 tegen 10 kom te spelen, kan PSV nooit meer winnen. Nou, en dat soort dingen gebeuren nou eenmaal in voetbal, dat weet je. De Graafschap moet nog de nacompetitie in. Ja, ik hoop heerlijk dat ze eruit gaan. Ik hoop dat ze zoveel gegeven hebben dat ze niet kunnen lopen vrijdagavond. Heb je ze gezien afloop? Hoe ze stonden te juichen? Of ze de Wereldcup hadden gewonnen? Dat is ongelooflijk. Echt. Wij moeten voorronde Champions League spelen. Ja. Denk je dat we het gaan redden? Nou, dat weet ik niet. Kijk, het is zo dat je nu al 20 miljoen verliest. Nou, lekker. Je krijgt voorronde. Nou, dan moeten ze zeker 3-4 spelers gaan kopen. Want anders zie ik het echt niet zitten. Want je krijgt in die tweede ronde krijg je altijd een club uit de eerste pot. Nou, dat is meestal een zware. Dus normaal gesproken zie je Ajax daar niet doorgaan. Ja, hoe ga je ermee om met zo'n klap eigenlijk? Nou, dat is heel moeilijk. Maar goed, voetballen, het leven gaat door. Dus vanaf volgende week moet het weer gewoon zijn. En je zal een maand eerder moeten beginnen, denk ik, nu met de voorbereiding. Ja, maar er moet wat bij komen, want dit kan niet. Dit elftal hangt al een tijdje aan een zijdendraadje. Dat hebben we in een andere wedstrijd ook gezien. En dan red je het nog net tegen Utrecht, dat je met 2-0 achter staat. AZ loopt er zo overheen gisteren met 3-1. AZ wint ook op zijn gemak van Graafschap. Ja, dat begrijp ik niet. Dat kan bij mij niet erin. Ja, het seizoen is nu voorbij. Wij zien elkaar in augustus weer. Heb je nog een laatste boodschap voor alle Ajaxiden die echt een baaldag hebben vandaag? Nou, oké. Ajaxiden blijven altijd Ajaxied. En terecht. Want Ajax is gewoon de mooiste club die er is in Nederland. En daar kan iedereen aan lopen zuigen. Ajax is de mooiste. Die hebben de meeste topspelers gebracht in het Nederlandse voetbal. Dus iedereen moet zijn mond houden. En gewoon voor Ajax blijven. En volgend seizoen is die schaal weer in Amsterdam? Dan moet het weer gebeuren, ja. Sjaak, dankjewel voor dit seizoen. Tot volgend seizoen. Goed. Kijk, als je dan 4-5 dagen later een zware wedstrijd hebt voor erin te blijven, nou, die gaat even voor, hoor.